Nino Schaurier, jullie spelen hier uiteindelijk met 2-2 gelijk. En ik heb het gevoel dat jullie bij Excelsior zoiets hebben, er zat meer in. Ja, tuurlijk. Als je 0-2 voorkomt hier, dan verwacht je natuurlijk dat je de wedstrijd op slot gooit en gaat winnen. Alleen krijgen we binnen een aantal minuten krijgen we 2 doelpunten tegen onnog voor rust. Ja, dat is natuurlijk wel hartstikke jammer. Jij hebt in de tweede helft een paar mogelijkheden gehad om zelfs hier met 3 punten aan de haal te gaan. En wat ging er mis bij die kansen? Ja, die 1-1 had ik zeker moeten maken. Ik had in plaats van Langhoek had ik kort ook moeten schieten volgens mij. Maar ja, het kan gebeuren dat je kansen mist, maar ik had hem wel graag willen maken natuurlijk. Ja, want in de eerste helft scoor je wel een doelpunt ook. Je eerste basisplaats. Heb je het idee dat je de trainer vandaag hebt kunnen overtuigen? Ik heb mijn best gedaan en ik heb gedaan wat de trainer van me vroeg. En dat ik een doelpunt heb kunnen maken is natuurlijk extra mooi. Hoe ga jij om met de situatie? Je zat bij Den Haag op de bank, je kwam bij Excelsior. Ongetwijfeld onder het mom van daar wil ik de basisspeler worden, anders kan ik net zo goed in Den Haag blijven. Je kreeg bijna niet de kans. Hoe ging je met de situatie om? Ja, het was moeilijk. Ik had dit natuurlijk niet verwacht. Ik had gehoopt dat ik vanaf het begin zou gaan spelen. Maar ja, de trainer koos voor andere 11 en het liep goed. Dus wat dat betreft kon ik er weinig van zeggen. En ja, maar ik heb nu eindelijk mijn eerste basisplaats gehad in de competitie en meteen een doelpunt gemaakt. Dus wat dat betreft ben ik wel tevreden. Ja, tegen je eigenlijke werkgever, want je bent gehuurd van ADO. Hoe is dat? Ja, dat ik heb gescoord geeft wel een extra speciaal gevoel natuurlijk. Maar voor de rest ben ik gewoon blij dat ik mijn doelpunt heb gemaakt uiteindelijk. Het is lang geleden dat ik in een competitie heb gescoord, dus ja, wel tevreden. Ja, speciale wedstrijd voor jou. Heb je nog veel contact gehad met mensen hier in Den Haag voorafgaand aan dit duel en misschien ook nu na de wedstrijd? Ik heb met een aantal even contact gehad en ook na de wedstrijd allemaal even succes gewenst voor het komende seizoen. En ik heb vorig jaar heel jaar met hen gespeeld, dus wat dat betreft gun ik ze ook gewoon het beste. Jullie pakken hier een punt, jullie verliezen niet, anders hadden jullie in de gevarenzone gekomen. Ga je dan toch enigszins nog met een goed gevoel weg dat jullie niet hebben verloren na toch die 2 zeepers tegen PEC Zwolle en Feyenoord? Ja en nee eigenlijk. Als je het 0-2 voorkomt hier, dan mag je gewoon niet meer gelijk spelen of verliezen. Uiteindelijk hebben we gelijk gespeeld door 2 doelpunten voor rust nog. Ja, dat mag niet gebeuren, maar uiteindelijk zijn we nog wel tevreden met dat punt natuurlijk. Het kan nog een mooie week worden met de beker tegen NAC, en waardoor jullie de laatste 8 kunnen halen. En ja, een zege of een punt tegen Ajax, dan denk ik dat jullie ook een prima eerste helft afsluiten. Ja, daar gaan we goed de winterstop in natuurlijk. En, we spelen naar behoren en we staan op een redelijke plaats in de competitie. En, de eerste wedstrijd is NAC Breda, dus die moeten we gaan winnen om door te komen in de beker en tegen Ajax. Ja, op hoop en op een stunt natuurlijk. Ja, Van Weert is geblesseerd, dus jij hebt ook wel het idee dat je in deze laatste wedstrijd zo voor de winterstop nog even je kans kan pakken? Ik hoop het wel natuurlijk. Ik hoop dat de trainer overtuigd is nu van mij, van deze wedstrijd, dat hij op mij kan rekenen in de volgende wedstrijden. En als één geblesseerd is, moet de ander zijn kans pakken natuurlijk.